Oké, daar gaan we. Ik heb mijn was. Dit is Alberto en hij helpt mij met het huis. Wij gaan de komende tijd, jij en ik, alleen nog maar werken met duurzame schoonmaakproducten. Ja. Dat vind je helemaal terecht. Absoluut. Alberto, ik heb dus een envelop gekregen en er zit een brief in. Beste Tjitske, hierbij ontvang je jouw producten om te testen, waardoor jij minder afval krijgt en beter scheidt. Wat moet je doen? Testen, testen, testen. En vertellen wat je ervan vindt. Ik ben echt mijn hele leven echt waar een testartiest. Ik wil echt alles wel testen voor iedereen. Oké, ik ga naar het washok. Nou, ik vind dat ik het echt super goed op orde heb. En ik ga lekker tussen deze puinhopen met de wasnoten aan de slag. Dit is Ronnie. Kom je kijken, ik doe ze in een bakje. Nee, dat zijn geen brokjes. Dan ga ik ze in dit zakje doen, mag ook in een sok. Ronnie, misschien kan jij de nootjes erin doen. Dit is een ontzettende opwindende wasstrommel. Kijk, even de diepte. Ja, ja, hartstikke vies. Ik zie nu de mensen denken, oh, maar dat is donkere was en er zit iets wits bij. Nee, dat is iets grijs. Zo, Ron, gaan we. Oké, dat gaat erin. Hup. Gewoon proppen, gewoon proppen. Mandje dicht. En ik ben benieuwd. Ik vind trouwens hier op de grond naar de was kijken eigenlijk heel ontspannen. Dat doe ik liever dan yoga of mediteren. Oké, tot later. We zitten dus in een soort lente schoonmaak, hè? Weet je wat het is? Ik wil heel graag, en dat is denk ik heel ouderwets of heel modern, ik weet het niet, of hele die koekeloerie, maar ik wil heel graag dat als iets schoongemaakt wordt, dat je het ruikt. Ik wil dat je het kunt ruiken, maar ja, eigenlijk maskeer je het. Ik ga wel op, denk ik, op wasnoten onderzoeken. Want ik snap niet helemaal hoe het werkt, want het zijn hele kleine nootjes. Ja, ik wil eigenlijk heel graag van een duurzaamheids-wasnotenprofessor horen. Wat er dan eigenlijk, waarom was dan schoon wordt met 6,5 walnoten? Ja, er komt nu best wel een gênant stukje qua duurzaamheid. Dit zijn alle producten die ik net heb gebruikt toen ik in bad ging. En ik moet het nu gaan doen met een shampoo bar. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, ik heb de shampoo bar getest. En kijk maar. Ik kan één ding vertellen, komt niet van die shampoo bar. Dit is dus die shampoo bar die ik echt nooit meer ga gebruiken. Dit is niet zo geschikt voor dik lang haar. Ik denk dat ik een klein anderhalf uur bezig ben geweest met de klitten eruit te kammen. Dus tot ziens, shampoo bar. Groetjes. Heel veel plezier in shampoo bar land. Maar ik ga naar iets anders duurzaam zoeken. Tot ziens.